Zo, welkom terug allemaal bij alweer een wijn van de maand. We zijn intussen aan de zomer begonnen, de temperaturen zijn navenant. Desalniettemin heb ik ervoor gekozen om deze maand een rode wijn aan u voor te stellen. Een rode wijn die iets lichter van stijl is, die wellicht ook lichtjes gekoeld tot zijn recht zal komen bij bijvoorbeeld een barbecue in de loop van deze zomer. Ik ga vandaag iets meer vertellen over deze rode wijn van het wijnhuis Le Monde. En Le Monde heeft niks te maken met een bekende Franse krant, maar Le Monde is een gehuchtje van het dorpje Prata di Pordenone op de grens tussen Friuli en Veneto. Friuli is de regio die grenst aan Slovenië, dus we zitten hier in het noordoosten van Italië. De wijn wordt gemaakt van de Refosco-druif, een druivensoort die vooral in Noordoost-Italië wel eens vaker voorkomt. Ik ga hem even inschenken, we gaan hem eens besnuffelen en dan gaan we hem verder bespreken. Ja, dus een rode wijn die ruikt naar rijp rood fruit. Een beetje kruidigheid zit ook wel in de neus. Het is een lichte rode wijn. Het is de rode wijn die geen hout gehad heeft. Wat bedoel ik daarmee? Dat is een wijn die niet gerijpt geweest is op eikenhouten vaten. Dus wat ze hier proberen is vooral om de frisse fruitigheid van die wijn een beetje in de kijker te zetten. Desalniettemin is het een wijn die wel karakter heeft. Dat ruikt je al. Ik ga hem eens proeven en wellicht zal dat in de mond ook wel het een en het ander laten zien of tonen. Ja, dus wat opvalt is vooral die fraîcheur. Opnieuw, we hebben hier niet te maken met een zware rode wijn. We gaan in de zomer geen zware, op vat gelagerde, zware geboiseerde, zoals dat dan heet, rode wijnen voorstellen. Toch is dat een wijn met veel karakter. Opnieuw een beetje zuurtjes die een rol spelen, die de wijn wat frisheid meegeven. Dus een wijn die ook die fijn is, die elegant is, soepele tannines, die zitten er wel in. Refosco is een druivensoort die in sommige gevallen toch wel nogal robuust kan zijn. Hij is niet robuust, maar heeft toch wel zo die tanninetjes die een rol spelen. Ondanks die tannines is dan een wijn die zeker aan tafel ook wel tot zijn recht kan komen. Zeker bij bijvoorbeeld een bleu of een seigneur gebakken steak of gegrilde steak. Gaat dat zeer plezant zijn. Zeker als je dat wat lichtjes gekoeld serveert, dan gaat dat een wijn zijn waar je veel plezier aan gaat beleven. Een wijn die ook bij een gebraadje uit de oven heel erg lekker kan zijn, zeker als je de wijn gaat gebruiken om je saus te maken of om de marinade te maken waarin dat je eventueel je vlees marineert. Lekker ook voor zo te drinken. Opnieuw, denk eraan bij deze zomerse temperaturen om die lichtjes te koelen. Daarmee bedoel ik niet dat die in de koelkast of lang in de koelkast moet blijven staan of dat we die gaan serveren aan de temperatuur waaraan dat we gebruikelijk de witte wijn serveren. Helemaal niet. Maar 14 tot 16 graden kan die wijn zeker wel aan. Laat hem heel erg smaken. Geniet van de zomer. Voor degenen die op vakantie vertrekken, veel plezier. Fijne vakantie. We zien elkaar terug begin augustus. Geniet ervan. Dag. Thank you.